Na zoveel woorden rest er nog één ding. De daden. Mijn daden. En onze daden. Hoe kan het ook anders? Geen woorden, maar daden, belooft de Rotterdamse kandidaat Nebahat Albayrak tijdens deze thuiswedstrijd. Het snel ingeschakelde campagneteam is al vroeg in grote getale aanwezig. Ze heeft alle goede capaciteiten ervoor en we denken dat ze echt gaat winnen. Maar ook andere kandidaten hebben in korte tijd opvallend veel vrijwilligers opgetrommeld. Ik vind zelf wel de beste kandidaat. Of favoriet is, dat moet nog blijken natuurlijk. Het is de outsider. Oh, dacht ik niet. Nee, dacht ik niet. De strijd om het fractievoorzitterschap zal door de enorme belangstelling niet veel mensen zijn ontgaan. Het debat gisteravond begint met een persoonlijk voorstelrondje, waarbij Albayrak een vraag krijgt voorgeschoteld over de dood van haar vader. Ja, die had ik niet zien aankomen. Deze man heeft de wortels van dit gezin uit de Turkse aarde gehaald, heeft ze in de Nederlandse aarde gestopt. En wat is het goed gelukt. Plasterk, Jacobi, Van Dam, Albayrak of toch Samson? De eerste bijeenkomst levert in ieder geval geen duidelijke winnaar op. Ik vond Plasterk heel sterk vanavond. Martijn Van Dam? Ik denk dat het Diederik op één wordt. In mijn hart ging ik voor René Abad. Maar ik vind Van Dam heel erg goed, maar ik blijf toch bij Plasterk. De komende weken zullen de kandidaten zich nog meer moeten profileren om de stem van de leden te winnen. Enthousiasme is er genoeg. Het geeft ontzettend veel energie. Dit is politiek. Dat mensen zich tot hun partij durven wenden. En durven zeggen, ik wil jullie leider zijn. Uit mag je best wel een keer verliezen, maar thuis win je gewoon. Zo doen we dat hier. Maar wie het ook zal worden, ook na de verkiezing zullen ze vriendjes blijven. Zo lieten de kandidaten gisteravond merken.